We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out. Out on the terrace, I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself while I'm wasted with someone else? If we go down, then we go down together. If we go down, then we go down together. Nou mensen, Sinterklaas in tocht van Vorden. Nou, gaan ze een rondje lopen. Kijk mensen, daar zijn de pieten drie stuks. Ik meen dat we er meer hadden. Dat is een roetveeg, ja. Hoi hoi. Hier hoor, vlaggetje. Kijk. Jullie ook eentje? Ja, Kom maar binnen met je plek, want we zitten allemaal in de pret. Misschien is hier nog even tijd. Hier mensen, kijk, twee pieten op een scooter. Even met voet in de berm. Ja, dat is leuk. Oh, jongens! Ja, jongens! Wat zien we? Sinterklaas loopt daar! Ja, ik zie het! Kijk jongens, daar komen ze aan! Hij brengt ons Sint-Nicolaas, is hij een malstaan. Voor het pad zijn paard. Hey! Waar je de rimpels al heen neemt alweer. Kom dan even hierheen, Sinterklaas. Hey. Oh, frak, ja. Ja, maar als je maar niet daarin gaat. Sinterklaas! Ja! Sinterklaas! Pietje! En alweer. Oh. Kijk. Hey Piet. Zakje al meegenomen. Hij zint. Zo, de handen kun je ook maar geven, hè. Hallo. Dag. Sinterklaas.
Oh jongens. Lola! Waar is Sinterklaas? Oh, hij komt. Oh. Een prikkeldraad. Hier is een kindje! Wat goed dat jij er zat. En een fijne regenjas te maken. Hoi! Hallo Piet. Fijn dat jij er ook weer bent. Zeker, zeker. Sinterklaas! Hallo! Hallo! Wat zit jij lekker hoog en droog? Hey. Oh, wat mooi. Heb je al noten? Ik heb negen. Heerlijk. Natuurlijk wil je pepernoten. Domme vraag. Oh, sorry. Ga je wel filmen? Zeker, Sint. Goed zo. Goeie. Welkom dat u er bent. Nou, ik vind het ook leuk dat ik er ben. Alleen het weer zit niet echt mee. Nee, het zit niet mee, hè? Dat zijn we niet gewend in Vorden, hoor. Nee. Maar hallo. Hoe is het dit jaar met u? Met mij gaat het goed, hè, met u. Ja, maar goed. Ja? Ja. Natuurlijk, ik ook. Ja, hè. Hallo. Hallo dan. Hier gaan ook twee noten uit. Ja, maar hou je goed vast, hè. Of zit er nog geen pepernoten in? Er is wel een heel gat tussen jongens, maar ja. Papa, pam. Naar voren. Thank you.
Hey, Piet! Gaan we zo op mijn pentje kijken. Ja, natuurlijk. Hey jongen. Oh, mooi hoor. Oh, ik dacht Sinterklaas gaat op paard zitten, maar. Wat gaat deze nu doen? Oh, moet ik dat doen? Welkom Sinterklaas. Ik had het niet het weer besteld, wel? Nee hè? Nee, nee. Hallo. Zeker, met u dan. Lang geleden. Oh, dankjewel, Peter. Dit zijn de anderen, ja. Kijkt u ze nog, Joni, Lieteke en Lisa? Ja, ja, zeker. Onze deze jonge dame, dat is Lisa. Groot geworden, hè? Hallo. Voor het randje? Ik ben meestal voor. Zijn jullie allemaal bij het kasteel geweest? In de regen? Ja. Zo. Hebben jullie het nu koud? Ja. Yeah. Ik ben een beetje. Mooie kinderen zitten hier. Hebben jullie al vetbroodjes? Ja! Ja, zeker. Nee, 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 nog niet. Ik denk dat Sinterklaas vraagt tegen jullie kracht. Goed. Zal ik deze even afgeven? Hallo! Hoe is het met jullie? Ik hoor het niet zo goed. Wat zijn jullie? Goed! Nou, gezellig dat jullie er allemaal zijn. En ja, het weer is niet zo geweldig. Maar we maken er toch een leuk feestje van, of niet? Ja! Hebben jullie allemaal pepernoten gehad? Ja! Wat? Wow! Heb je hem? Ja, maar dat komt niet. Er zit een andere paraplu op, dus we kunnen haast niet vallen. Dan moet je hem omdraaien, dan kan je hem erin gooien. Dat is een beter idee, denk ik. Ja, kijk. Ja, kijk hoe het werkt. 1, 2, 3. Hoppa! Ja, dat gaat veel beter. Ja, maar die heeft er ervaring mee zo te zien. U had het nog niet? Nou, oh, Piet, er zijn nu nog een paar handjes die niet hebben. Ja, ik heb het zoeken hoor. Ja, goed zoeken, Piet. Oh ja, er zijn wel een paar in hoor. In een of andere hoek anders. Ja, ik heb ze. Oh, oh, dat is het, Piet. Oh, hij is op mijn stad. Hij lijkt verdacht veel op mijn.
Een maatje. Een mooie. Ja, zeker. Ja, zeker. En nog liedjes. Ja, leuk, hè? Dan moet je zeker de microfoon op. Ja, dank je. Zo, kijk. Zo, lieveling, ben jij er ook klaar voor? Ik ben er bang voor. Je bent er bang voor. Oh, wow. Voor de bomen die mij zelf uit de wind. Ja, papa's en mama's dat?
Ik ben de mama. 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 Volle borst meezingen en anders moeten ze vanavond op tijd naar bed. Ja? Vind ik wel. Ja, want nu Sinterklaas echt in ons land is, en zelfs in het mooie Vorden, is het tijd voor schoentjes zetten. En ik denk eerlijk, Sinterklaas, eerlijk gezegd, is het ook een beetje crisis bij Sinterklaas. Hè? Dus of het echt elke avond, dag, laten we een beetje voorzichtig zijn, hè, Sint? Schoentjes zetten mag altijd. En het is altijd spannend of er in zit, anders wordt een dagje later nog spannender. Daarom. Dus vanaf vanavond mag je schoentjes zetten. En wij willen de Sint en de Pieter willen heel graag de Gordische Ondernemersvereniging bedanken. Want die maken dit allemaal mogelijk. En moet je eens kijken, een echte band. Wie heeft dat nou? Alleen Vorden. Hippie hoera voor Vorden. Hippie de Piep. Hoera. Hippie de Piep. Hoera! Dat kan toch veel. Hoera! 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 Kijk goed. Kijk goed. Vorden de beste. Nee. Als er nou papa's en mama's zijn en die denken, ik lust wel wat. Dan zijn er kruisjes waar wat te halen is. En vandaag beginnen de verrassingen al. Want de Pieten en Sint hebben al voor alle kinderen een zakje met wat lekkers gemaakt. En als je naar huis gaat, ja, een zakje met lekkers voor alle kinderen. Als je naar huis gaat, kan je die bij een van de lekkers halen. Als je straks nog samen met de Pieten een leuk spelletje wil doen, bijvoorbeeld blik gooien of pakjes in de schoorsteen gooien, dan kan dat straks ook nog. Maar we hebben niet alleen Sinterklaas hier op bezoek. Er komt straks nog iemand belangrijks op bezoek. Sinterklaas, weet jij aan wie? Ik ben heel benieuwd. Het is eigenlijk uw grote vriendin. Diemertje Blok! Ik weet het! Burgemeester! Oma? Nee! Oma? Zijn er oma's hier? Oma? Ja! Heeft u een afspraakje met alle oma's misschien zitten? Zo snel was hij al. Maar o zo snel, die is met Spaanse weer gewend en die is toch maar niks. En dan zei ze dus, o zo snel, die moest maar even naar binnen, want anders is hij niet op tijd fit voor de nacht. Dus o zo snel is weer vrij naar stal.
Ik moest even naar vallen. Ja, ik weet nog sinds. Uw speciale gast komt er zo aan. Maar kent u deze Pieter nog? Van de Pieterdans. En dat is het liedje van de Stoomboot. Ja. Oh, die kennen we niet. Hè? Oh, dan moeten jullie zingen. Oh, dan gaan we even kijken, hè? Gaan we even kijken. Ja. Bijna, wacht even. Waar dan? Doen ze dat goed, hè? Volgens mij kennen de kinderen nou net de dansen, of niet? Doe nog, nog een keer straks. Straks. Ah, ja. Nog gelijk. Nog gelijk. Nog een keer doen. Dat zit er helemaal in, hè? Dat zit er helemaal in. De open is open, nog meedoen, hè? De stoomboot uit Spanje weer aan. Het werd door Sint-Nicolaas, ik zie hem ontstaan. Thank you.
zitten in de fiets. Die trouwens is een vrije tijd op vijf. Met Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas, en natuurlijk lieve Piet Sinterklaas. Wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas, en natuurlijk lieve Piet. Op 5 december krijg ik alle kleur. Ik ben altijd te wachten staan en schreeuwen voor de deur. Ik heb wat drank in huis, die avond langs en wel benieuwd. Het ene jaar denk ik ze wel wat anderen in. Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas, en natuurlijk lieve Piet Sinterklaas. Wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas, en natuurlijk lieve Piet Sinterklaas. Wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas, en natuurlijk lieve Piet Sinterklaas. Wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas, en natuurlijk lieve Piet Sinterklaas. Wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas, en natuurlijk lieve Piet Sinterklaas. Wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas, en natuurlijk lieve Piet Sinterklaas. Want kijk, Sinterklaas, daar komt een hele belangrijke man uit Vorden aan. Ja, die ken ik. Oh. Maar kijk nu, Sinterklaas, daar is uw vriendinnetje weer. Die is er ook weer, hallo. Hoi allemaal. Hoi. En het is best bijzonder, hè? Want Sinterklaas, ik weet niet of u het nieuws ook in Spanje heeft gehoord, maar uw vriendinnetje heeft een functie elders. Heb je een andere functie? Nogmaals, Sinterklaas. Ja, maar ik vind het wel heel jammer, Sinterklaas. Ja, ja, maar weet u wat het is? Net als u hou ik zoveel van al die kindertjes, dat ik dacht, ik ga nu kijken of ik het onderwijs nog kan. Altijd goed. Serieus. Ja, daar kan veel iets te behalen. Maar, oh, zie. Goed filmen, hè? Goed filmen. Maar misschien is er voor u ook valt er bij u ook nog wat winst te behalen? Ik ben toen al heel lang niet meer naar school geweest. Dat was heel lang geleden. Maar wat leer ik is altijd wel leuk, hè jongens en meisjes? Jullie gaan ook allemaal graag naar school, toch? Maar Sint, u komt dit jaar toch ook wel weer op alle scholen? Toch? Er is toch ook wel feest op school? Ja, Sint, dus u gaat echt wel weer terug naar school. Maar ik ga nu even de microfoon aan meneer Dick Vlogman geven. Want die gaat iets heel belangrijks vertellen. Wat fijn, meneer Vlogman, dat u er bent. Dank u wel. Ja, Sinterklaas, hartelijk welkom in Vorden namens de Vorders Ondernemersvereniging. En kinderen, hartstikke fijn en leuk dat jullie er allemaal zijn met jullie ouders. Sinterklaas, u had een brief geschreven naar ons waar u memoreerde aan het feit dat het drie jaar geleden nog de inkomst was, helaas niet zoals het graag wil zijn. Het moest via de drive-thru. U kon de kinderen zelf allemaal niet meer een handje schudden of wat dan ook, wat moeilijk was. Nou, we hadden dus de intocht eigenlijk eerder netjes vanaf het kasteel. Hier na het cultuurhuis. Maar dit is de nieuwe versie. Helaas niet zo mooi weer als in Spanje. Maar ja, ook daar moet u maar even aan wennen. Dus, we moeten het maar eventjes mee doen. Maar ook Sinterklaas had ik nog een tip van de ondernemers. Ze zijn allemaal voorbereid op uw komst. Dus we kunnen u helpen met het invullen van de verlanglijstjes van de kinderen. Dus Sinterklaas, we houden ons aanbevolen. Ik zou zeggen, Sinterklaas, laat ik het niet te lang houden. Het is koud. De kinderen willen graag u ontmoeten.
Dus bij deze laten we toch een leuk feest van maken. Ik wou toch een kleine traditie in ere houden. Iedere nieuwe voorzitter Sinterklaas, ik had deze vraag verwacht, want wat ik dus eigenlijk vanaf mijn jeugd, ik wil zo graag een keer met Sinterklaas zingen, maar wat mij zo leuk is dat dit Pietje doet. Jullie ook, hè? Ja, komt goed. Dag Piet!